De politie zoekt dinsdag in het Wilhelmina en Beatrice-kanalen best al uren tevergeefs naar sporen van de vermiste Belgische kickbokser Mark de Bonte. De zoekactie met sonarapparatuur en een speurhond op het water heeft nog niks opgeleverd. Ook in struiken achter de woningen aan de Wilhelmina-kanaalstraat, waar zondag de auto van de 26-jarige kickbokser werd gevonden, is tot nu toe nog zonder resultaat. De politie tast over de oorzaak van de verdwijning nog volledig in het duister. Op de vraag of hij bekend was bij de politie of in het criminele circuit wil een woordvoerster van de politie niet ingaan. We hebben geen aanwijzingen die zijn plotselinge verdwijning kunnen verklaren. We zijn bezig het plaatje rondom hem in beeld te brengen. Het is een zorgelijke vermissing. De Bonte was voor zijn verdwijning op weg naar zijn vriendin in Best. Daar kwam hij echter nooit aan.